Gaat artificial intelligence de wereld redden? Of is het, zoals Elon Musk verkondigt, gevaarlijker dan nucleaire wapens? Mijn volgende gast heeft goede hoop. Hij is op kruistocht om elk bedrijf in Nederland aan het algoritme te krijgen. En wat zo'n algoritme precies is, wat je ermee kan en waarom we als Nederland hopeloos achterlopen op landen als Frankrijk en Canada, daarover praat ik met techondernemer Jim Stolten. Jim, welkom. Dank je wel. Ik wil even met de teletijdmachine naar het jaar 2040 gaan. Wow. Hoe groot acht jij de kans dat een kunstmatige intelligentie de mensheid volledig heeft uitgeroeid? Oeh, 2040. Ja. Dan zit er nog voor de Singularity. Vlakte. <laughs> ja, singularity is dus het theoretische concept, inderdaad, waar mensen en machine uh, gaan versmelten. Min mm -hmm. of meer dat er dus een computer te koop is van rond de 1000 dollar die even slim is. Als alle mensen breinen opgeteld. Maar dat is een theoretisch. Uh, Wanneer zou het zijn? De Singularity, het, het verschilt. Het, is een, uh, het boek is van Ray Kurzweil en het heet The Singularity is Near. Wat een briljante titel is, want het is een asymptoot. En hij zegt: ja, The singularity will always be near. We gaan hem nooit helemaal uh, bereiken. Wat weer fantastisch is om in die man zijn brein te mogen kijken. Maar het verschil 2045, 2043, het uh, hangt een beetje vanaf uh, wanneer je hem spreekt. Dus 2040 zijn we nog niet zo ver. Uh, Is na misschien? Iets erna. Nou, weet je, als wij in die tijd machine stappen en we komen aan in 2040, dan zou je zien dat het allemaal eigenlijk wel meeviel. Mee met al die voorspellingen die wij hebben gedaan over machines die een eigen wil gaan ontwikkelen, of robots die een geheime agenda hebben. Ik wil het allemaal niet bagatelliseren, maar ik vind wel dat er een hoop onzin wordt beweerd uh, als het hierover gaat. Want uiteindelijk dan? gaat het maar gewoon om stukjes hardware die we een beetje slimmer maken door middel van software die wij zelf maken. En dat gaat weer op basis van een hoop rekenkracht, op basis van data, met een heel klein beetje wiskunde. Dus als je het zo klein maakt, dan valt het zo weer mee. Ja, maar dus toch zijn er in, in, in de wereld een aantal toch wat slimme mensen. Hè. We noemen al eventjes Elon Musk, die toch met een aantal argumenten. Komen waarom zij denken dat, dat, dat AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie uh, een gevaar kan opleveren ja. voor ons allemaal? Wat zijn hun argumenten dan? Ja, ja ik weet Elon Musk en nou, Stephen Hawking ook, dat zijn natuurlijk uh, mensen tegen wie ik ook opkijk. Zeker Elon Musk als het gaat als een ondernemer, wat hij doet met Tesla en met zijn, met zijn raketten. Het is geen computerwetenschapper. En Stephen Hawking is ook fantastisch als het gaat over zwaartekracht en, en, en zwarte gaten. Vertrouwt die man blind, maar het is geen computerwetenschapper. Ik praat met computerwetenschappers. En die zeggen allemaal, ja, zo'n vaart zal het niet lopen als wat die twee heren uh, beweren. Dus dat is wel de reden dat ik nu ook de Nationale AI-cursus uh, ben gestart, om in ieder geval op zoek te gaan naar de feiten. Wat is het wel, wat is het niet? Wat is de zin van kunstmatige intelligentie? Wat is niet waar? Om op die manier in ieder geval te zorgen dat wij in Nederland allemaal op dezelfde manier kijken naar wat het wel is en wat het niet is. En dat we tikjes tegen het roer kunnen geven om ervoor te zorgen dat we naar de juiste kant gaan in die toekomst. Er zullen er mensen kijken die horen artificial intelligence, neurale netwerken, kunstmatige intelligentie. Um, die krabben misschien op hun hoofd van ik hoorde wel eens wat over, maar wat is het nou precies? Als je, als je het aan een leek. Moest pitchen in een, in, een, in een paar zinnen? Ja, maar nou, dan sla je wel de spijker op zijn kop. Dus eigenlijk zijn er twee discussies. Je hebt één discussie, dat gaat over kunstmatige intelligentie. En zodra je die discussie voert, dan kom je in een bepaald terrein terecht. En dat is een waanzinnig terrein. Eigenlijk s'avonds na half negen met een glaasje wijn en een paar goede, goede mensen met een stel hersens. Om daarover te filosoferen. Maar wat is nou intelligentie? En, en wanneer is iets intelligent? Uh, kan je een machine dat soort dingen leren? Kan die gevoelens ontwikkelen? Dat is één terrein waar ik graag kom. Maar dat is heel ver weg in de toekomst. Het is een theoretisch iets. Het is een zoektocht naar een manier om machines slim te laten lijken. Dat andere terrein, de praktijk, waar hebben we het nu over en waar gaat het de komende vijf jaar over, dat gaat over machine learning. Dat gaat over manieren dat we computers hebben leren leren. Dus die geven een aantal voorbeelden en om, door middel van wat wiskunde en wat rekenkracht gaan zij op zoek in die datapunten naar patronen. En op basis van die patronen gaan ze zeggen, oké okay, volgens mij begrijp ik het nu en kan ik dingen gaan voorspellen. Maar dat is een heel ander domein dan AI, dan dat theoretische concept van misschien dat machines zo slim worden als mensen. We hebben geen idee wat een mens mens maakt, hoe een mens eigenlijk intelligentie ontwikkelt. Laat staan dat we het kunnen programmeren. Dus waar ik het over wil hebben is dat domein over leren van data. Ja, en want je hebt tegenwoordig systemen die kunnen één ding heel goed. Je hebt inderdaad een systeem die kan de, de beste Go-speler ter wereld verslaan. Je ja. hebt uh, auto's die zelf kunnen rijden. Maar ze kunnen het niet andersom. Dus je hebt niet de zelfrijdende auto die ook Go kan spelen. <laughs> er is inderdaad een, een, een computermodel van het de bedrijf DeepMind, AlphaGo mm -hmm. of AlphaZero. Die kan een wedstrijd Go winnen van de wereldkampioen Go. Een zelfrijdende auto, weet ik niet of die er al is. Er zijn auto's die kunnen een heel stuk inderdaad rijden zonder dat een mens het stuur aanraakt. Maar ik weet niet of die zo perfect zijn als AlphaZero of als AlphaGo Go kunnen spelen. Maar wat ik bedoel, ze kunnen één ding heel goed. Ze kunnen niet, ze kunnen dat, dat ding kunnen ze heel goed. Iets anders helemaal niet. Ze kunnen ja. niet je huis gestofzuigen. Dus hoe slim zijn ze nou eigenlijk? Ja, dat, dat is eigenlijk het, het is. ja precies. Het zijn eigenlijk uh, hele domme machines... Uh, die een beetje slim lijken uh, door menselijke intelligentie. Namelijk dat wij er een beetje wiskunde aan hebben toegevoegd. Je hebt een bedrijf, AI... Agency, hoe noem je het zelf eigenlijk? We noemen het zelf agency, maar het is inderdaad geschreven met AI. Dat is ja. een artificial intelligence agency. Wat doen jullie precies? Wat doen wij? Ja, wij houden ons dus niet bezig met dit terrein, met dat, dat vage spirituele verhaal. Wij zitten bovenop de zelflerende systemen. Wij helpen onder andere Heineken-klant, maar ook Talpa of het ministerie VWS, die helpen wij om in hun data, inderdaad. Om daar systemen omheen te bouwen die kunnen voorspellen of die kunnen classificeren. Dus die één ding heel goed kunnen. Heb je een voorbeeld van wat je bijvoorbeeld voor die bedrijf aan het bouwen bent? Ja, nou, weet je als, je, als mensen denken Heineken, dan denken ze vaak dat het gaat over de, de voorkant, de sexy marketing, automation of zo. Wij zitten bij Heineken aan de achterkant. Heineken is een, is een briljant bedrijf, heel groot geworden. Aan de achterkant is dat best gecompliceerd met al die internationale vestigingen. Dus wij hebben specifiek voor hun afdeling procurement, dus de afdeling inkoop, daar hebben wij een systeem gebouwd waar ik niet te veel over mag vertellen, want NDA's. <laughs> Maar om in ieder geval uh, patronen te vinden in al die data wereldwijd. om hen beter te laten inkopen. En uh, daar besparen we hen veel geld mee. Lacto. Ja, dus kan je het op, de, op hoog theoretisch vlak kan ik me zo voorstellen. dat je alle graanprijzen van de afgelopen uh, tien jaar indexeert. en daar een soort voorspelling van kan van gaan maken. van wat gaat dat doen in de komende tijd. Mag ik dit idee opschrijven? <lacht> <lacht> nou, misschien, misschien is VWS wat, uh, wat uh, toegankelijker. Uh, je moet je voorstellen, die, die zijn verantwoordelijk uh, voor een register voor uh, bepaalde beroepen. Hey, als jij in de zorg werkzaam bent, je bent zorgprofessional, dat mag je niet zomaar doen. Fysiotherapeut of uh, psychiater of et cetera. Dus dan moet je in dat register voorkomen. En elke vijf jaar moet dat hernieuwd worden. Dus de mensen die werken op die afdeling, die krijgen soms in één keer: boem, krijgen ze tienduizenden, soms wel honderdduizend aanvragen in één keer over zich heen. Van mensen die zeggen ja, ik wil weer mijn herregistratie hebben. Dus dat kunnen ze met hun menselijke uh, handen en, en, en hoofden, kunnen ze dat niet aan fysiek. Dus wat doen ze? Dat doen ze steeksproefgewijs. Dus er is zo'n stapel. En uh, ja, ze, ze kunnen bovenaan beginnen op, op alfabet. Nou, ze doen het dan steeksproefgewijs. Wat wij hebben gedaan, is kijken naar alle historische data. Dus van al die jaren dat die mensen steekproeven hebben gedaan, hebben wij gekeken naar die dossiers het is data, om te kijken of we daarin patronen konden herkennen. Wat zijn nou de belangrijkste redenen dat zo'n herregistratie wel doorging of niet doorging? Nou, dat is niet al te moeilijk. Op basis van de juiste data kan je zo'n model, in dit geval een neural netwerk, kan je inderdaad zo trainen dat hij dat best wel goed kan snappen. En wat we nu doen, wij doen dus in één keer onder 30.000 dossiers, die kunnen wij doorakkeren met ons systeem. En dan maken we drie stapeltjes. Eén stapeltje met, nou, dit zijn verpleegsters in de buurt van Heerlen die al twaalf jaar lang hetzelfde werk doen, is wel oké. Okay. Dit is een stapel alarm, eh, diploma's die niet matchen of jaartallen die, die door elkaar lopen of gekke beroepcombinaties. Naar kijken. Mm -hmm. En een stapeltje met help ons even. Dus het, het systeem leert toch steeds, zou je die nou op dit stapeltje leggen of op dat stapeltje? En het grappige is, dat blijkt dus dat bij alle ministeries zijn heel veel ambtenaren dag in dag uit met stapels bezig. Dus we zijn nu aan het kijken of we niet ook bij andere ministeries kunnen zeggen: joh luister, laat ons je stapeltjes even prioriteren, zodat jij je bezig kan houden met wat jij wil doen, namelijk de belangrijkste zaken uh, oppakken en niet die zaken waarvan mensen denken: waar, Ja, die moet je eigenlijk niet lastigvallen. Eigenlijk ben je gewoon een hele saaie taken aan het automatiseren. <laughs> ja, maar... wel. <d> <laughs> dat, dat is je wel. werk. Eigenlijk een goede pitch. <laughs> nou ja, dat, dat is wel waar het over gaat. Dat is wat machine learning doet. Machine learning is er niet om, om mensen overbodig te maken. Nee, machine learning is er om de robot uit de mensen te halen. Juist al die taken. Je moet niet weten hoeveel mensen de dus s'ochtends naar hun werk gaan... om in te loggen en dan gaan ze achter hun bureau zitten... Uh, informatie in het ene systeem opzoeken, in het andere intikken... en dan om vijf uur naar huis. Man... Ja, je... als, een, als een computer dat voor je kan doen, let's do it. Zodat jij weer uh, mens kan zijn en je bezig kan houden met klanten of uh, andere mensen. Maar dan nog, Jim. Je bent een, een, een oude rocker. Je hebt een rockband <laughs> gespeeld. Je hebt op internationale podia gesproken. Je bent nu gewoon computertjes aan het inkloppen. Wat, 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 wat is hier nou de, de lol van? Wat is hier, ja, man. Nou. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat, dat elke ondernemer die zou zijn innerlijke nerd moeten knuffelen en naar buiten brengen. En ik heb dat vanaf kindservaan meegekregen. Mm -hmm. Ik ben een nerd, die toevallig ook in rockbands heeft uh, gespeeld <laughs> <laughs> en nu dan tegenondernemer is. Um, maar als je dat niet doet, dan ontgaan je anno 2019 een hoop dingen. Dan zou je nooit een liefde kunnen ontwikkelen voor zoiets als machine learning of andere technologieën. Ik bedoel, als je een, een bedrijf runt en jij spreekt uh, CEO of CEA uit alsof het een of andere vreselijke ziekte is. Dan, dan ben je ben... geen, geen goede ondernemer. Je moet snappen wat tech is, je moet daar een passie voor kunnen ontwikkelen. En ja, als dat. Dus ja, embrace you in, een nerd. Dat, uh, dat is wel dat... wat mij drijft. En als je dat dan niet hebt, hè, je hebt een broodjeszaak in Oesgeest. Dan, dan, dan kom je de, de, volgende, tien, de, de volgende decennia niet, niet meer mee. Een broodjeszaak in Oesgeest, het is de vraag of het erg is als ik de digitale boot mist. Maar voor het beetje gemiddelde. Bedrijven wij zitten, een beetje die hippe start-ups, scale-ups. Dat, dat ja, als je, dan kan je, dan, dan moet je wel meegaan. Ja, dan moet je of mensen om je heen verzamelen die die, 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 die liefde wel hebben. Dat het een beetje aan jou blijft kleven. Maar anders dan, dan hou ik het niet lang vol, nee. En dat moet je... Kijk, COC, ja, dat, doen we, dat doen we al jaren. dat, dat kan, je, kan je zo een cursusje voor volgen. Daar heb je ja. het onder de knie. Uh, dan, kan, dan kan je een beetje adverteren op alle platformen. Maar... Machine learning is toch wel misschien weer voor veel mensen weer een, een stap verder. Hoe weet je nou als ondernemer of je hier uh, die kostbare tijd in moet gaan steken? Want je, kan, je moet je bedrijf runnen, er zijn duizenden dingen ja. die je moet doen. Hoe kan je nou de afweging maken of je je nu moet gaan verdiepen in, in, in machine learning? Ik denk dat veel uh, ondernemers of veel organisaties de afgelopen tien jaar al snappen dat digitalisering dat dat de belangrijkste trend is. Als je daar niet mee bezig bent. Dan ben je eigenlijk de videotheek die niet heeft gezien dat streaming een dingetje zal worden. Dus digitalisering, daar zijn we best goed in. En dat betekent vaak dat je dingen gaat, dingen die al bestaan, gaat digitaliseren. En dan heb je data en dan schijn je dus helemaal spek open te zijn. Maar meestal stopt het daar. Dan zeggen mensen: oké, okay, dus we hebben nu heel veel data verzameld. We zijn een data-driven organisatie, maar we komen niet verder. Dat komt omdat die organisaties de volgende stap niet hebben gemaakt. En dat is dan in mijn termen is dat algoritmisering. Dus digitalisering is prima. Dat is, zorgt ervoor dat je digitale huishouden een beetje op orde is. Maar de volgende stap om chocola te kunnen maken van die data... of daar een service op te bouwen, dat is een hele andere expertise. En dan heb je dus verstand nodig van nou ja, machine learning... of in ieder geval snappen hoe een algoritme denkt... of misschien zelf een neuraal netwerk bouwen... om meer waarde te halen uit die data die je al had... En je, ik heb je boek gelezen, daarin schrijf je ook dat heel veel organisaties data rich zijn, maar information poor. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Dat is dat ze dus voornamelijk druk zijn met meer data verzamelen, want dat schijnt belangrijk te zijn. My data is bigger than your data. Oh, misschien kunnen we ook de postcode vragen aan onze klanten. Ja, laten we dat doen. Waarom doen we dit? We weten we niet, maar het schijnt belangrijk te zijn. Dat is niet waar. Nee, je hebt niet meer data nodig. Betere data zou fijn zijn. Maar eigenlijk wil je inderdaad naar inzichten. En dat is data rich information rich. En dan krijg je opeens inzichten in je klanten, of dan kan je gaan voorspellen wat ze eigenlijk zouden willen. En dan wordt het leuk. Want dan kan je doen waarom je op deze aarde bent, namelijk je klanten doorgelukkig maken en op die manier ook nog wat geld verdienen. Maar goed, dan komen organisaties bij jullie aankloppen van hey, we hebben een bak met data, help ons uit te vinden ja. uh, wat we daarmee moeten doen. Hoe ingewikkeld is dat, zo'n algoritme schrijven, ergens voor. Nou, dat zijn niet de vragen waar wij enthousiast van worden. Bedrijven die bij ons komen en zeggen, Joh, agency, we hebben hier data, hou me op de hoogte, dat doen wij niet. Wij willen op zoek gaan naar een probleem wat je, wat je hebt. Mm -hmm. Dus een, een frictie of iets waar, waar klanten over, over, krijgen, of, over klagen of een, een hypothese die je hebt. En mijn, en een stapel in het papierwerk wat je niet wegkrijgt. Nou ja, precies. Dat, VWS had een hele duidelijk, uh, heel duidelijk probleem om op te lossen. En ik moet zeggen, mijn compagnon Michiel Berger, ook uh, tech ondernemer, onder andere netstad heeft hij destijds uh, groot gemaakt. Hij is de, de CTO binnen onze organisatie, en hem kan je niet blijer maken dan met een, een leuk probleem. Dus dan is hij tijdens een meeting zijn we dus aan het brainstormen, en dan zijn een beetje stil. En dan gaan we een aantal dingen verzonnen en dan kijken we naar Michiel, en dan zegt hij. Dit is een leuk probleem. En dan ja. hoor je in zijn hoofd, hoor je de raden draaien, daar hebben we die data, die trainingset voor nodig. En dan gaan we het netwerk op basis daarvan trainen en dan gaan we dat proberen. En dan heeft hij het puzzeltje gemaakt. En meestal duurt het dan niet zo lang voordat je het model werkend hebt. Dus het probleem vinden is, duurt eigenlijk meer is, meer, is langer, kostbaarder. Een goed probleem dan het algoritme. Ja. Het algoritme is eigenlijk heel simpel. Ja. Ja, dat is het. En het, het, het moeilijkste nog aan de hele uh, traject, als je kijkt naar wat wij doen met Agency, is de data op het juiste moment krijgen. Dat duurt vaak nog lang. Soms zijn we zes tot zeven maanden bezig om binnen de organisatie op zoek te gaan naar: oké, okay, maar over welke databases hebben we het? Welke documenten moeten we ondertekenen? Hoe zorgen we dat we het bij ons, hoe zorgen we dat we het snappen? Uh, en dan eenmaal het, uh, het modelletje maken. It's easy, maar de oplossingen zijn het probleem niet. Je moet op zoek gaan naar een goed probleem. Maar ja, dan kan ik me toch voorstellen dat er bij grote organisaties zijn er veel van dit soort problemen. Maar dan ben je toch als nou, gemiddelde mkb-ondernemer met, 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 met duizend dingen op je bordje, dat je denkt van ja, ik, ik zit met van allerlei problemen, maar wanneer moet ik nou een algoritme hiervoor gaan aanschrijven? In plaats ja. van dat ik gewoon een, 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 een werkstudent een week uh, uh, data of, of, of cijfers laat wegkloppen. Ja, nou... Ik... Wat dat betreft is het natuurlijk nu in, in Nederland. zijn een aantal plekken waar, uh, waar uh, hoop gloort. Uh, in, in Den Bosch heb je JADS, Geronimous Academy for Data Science. Dat is een samenwerking van de Universiteit van Tilburg en Eindhoven. En die hebben gezegd: wij willen in Den Bosch willen wij een soort tempo maken voor data science. Dus daar komen nu allemaal internationaal spul op af, allemaal talent. Die gaan daar cursussen volgen. Nee, geen cursussen, lessen gaan ze volgen. Van academici, 50%. En de andere 50% moeten ze. Hun kennis en kunde laten zien in de praktijk. Dus allerlei bedrijven die willen nu interns van jazz hebben. om met hun precies wat jij zegt. om dat werk te doen. Als ondernemer hoef je niet zelf je eigen algoritme te gaan bouwen. Die algoritmen zijn er al. Het is allemaal. of je nou klant bent bij uh, Amazon, AWS. of Microsoft Azure. of Google TensorFlow. Alles is er al. Het enige wat jij nodig hebt. is iemand naast jou. die jouw probleem snapt. die jouw data weet te bereiken. en die dan de juiste modellen daarop toe gaat passen. En voor je het weet werkt het. Dus. En dan ben ik mijn eigen bedrijf aan het overbodig maken. Dus algoritme is eigenlijk al voor iedereen beschikbaar. Daar heb je agency niet voor nodig bij. Nee, maar dat. Nee, als ik dan de toegevoegde waarde van agency is. wij snappen uh, hoe het binnen een multinational werkt. Wij kunnen met verschillende afdelingen praten. wat je op wil lossen. Uh, wij snappen dat je niet met 150 uh, uh, stagiairs in de, in, de, in, de, in de weer wil. maar met een paar experts. De, dus dat, die vertaling die maken wij. Maar dat wil niet zeggen dat, dat al die andere bedrijven uh, op hun handen moeten gaan zitten. Nee, de, de tools er aan. Wat ik heel komisch vond in je boek is het voorbeeld van een ziekenhuis in India. Mm. Ze hebben daar een groot probleem beschreven, namelijk, uh, er zijn heel veel mensen die een bepaalde diagnose willen hebben. Maar er zijn maar heel weinig artsen die die diagnose kunnen stellen. Dus mensen ja, moeten veel te weinig oogdoctoren. Ja. ja, precies. Oogdoctoren, specifiek ja. gezegd. Terwijl uh, ze moeten eigenlijk gewoon naar een scan kijken van hun ogen en kunnen ze daar vrij snel op zien of er wel of geen uh, oogziekte... Uh, ja. Gaande is. ja, die diagnose hangt al in de cloud. Ja, precies. Ja. Een algoritme zou dat binnen no time kunnen, 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 kunnen herkennen. Ja. Alleen mensen nemen blijkbaar niet aan van een computer of ze ziek zijn wel of niet. Toen had jij voorgesteld aan <laughs> iemand van. goh, misschien moeten we gewoon wat acteurs een lange witte jas aandoen. en die gaat het algoritme voorlezen. wat de computer zojuist ja. heeft gegeven. Ja, ja. Nou, daar konden ze niet om lachen. Een hele Hollandse benadering misschien. Maar het grappige is, als je mensen van tevoren vraagt, inderdaad. Uh, wil je geholpen worden door een dokter of door een algoritmisch model? Dan zegt iedereen: Ik wil de witte jas, want die heeft ervoor geleerd, die heeft jarenlang gestudeerd, die is betrouwbaar. Maar als mensen zich een beetje inlezen in de materie en blijkt dus dat het algoritme is getraind door de allerbeste artsen in witte jassen, die jarenlang hebben getraind, hun gemiddelde hebben genomen en de, de foutjes er hebben uitgebonjourd, en dat het systeem nu in 95% van de gevallen goed zit, terwijl de dokter in 91% van de gevallen goed zit. Dan zeggen mensen, doe mij dan toch maar het algoritme. Want A, ik hoef er niet op te wachten, terwijl de dokter die is pas over twee weken klaar En B, hij is nog accuraat er ook. Van net had ik het voorgesteld, nou, laten we die stap gewoon overstaan. En acteurs, laten voorlezen wat het algoritme zegt. Zou je jezelf laten diagnosticeren door een algoritme? Ja, ja, ik doe niet anders. <lacht> <lacht> ja, nee, ik, ik ben ook een van die mafkezen die zijn DNA heeft laten digitaliseren al, al jaren geleden. En ik krijg nu maandelijks krijg ik e-mails uh, waarin staat, uh, beste Jim, uh, er is een nieuw medisch rapport uitgekomen. En daar dat blijkt dat mensen met dat specifieke gen, Jim, waarvan wij weten, Jim, dat jij het hebt, ja. jij, Jim, minister Olze. Dat die waarschijnlijk uh, rond hun uh, 46e zullen gaan leiden aan klik hier om meer te weten. <lacht> <lacht> nou ja, dat, dat zijn algoritmen die zijn aan het werk om in die enorme brei aan data. DNA is de Data van moeder natuur. Mm -hmm. ja. In elke cel van jouw lichaam zit 8 gigabyte aan informatie, ACGT, ACGT. En die combinaties daarin, dat, kan je, dat is bij Amazon, mensen die dit kochten, kochten ook dit. Wordt nu naar mijn gezondheid gekeken. Jim, mensen van jouw uh, leeftijd, met jouw uh, levensstijl, met jouw dieet, met jouw gewoontes, die hebben op een gegeven moment dit ontwikkeld. Uh, klik hier om daar iets meer over te weten. Dus ik, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik snap dat mensen zeggen, nou dat gaat mij veel te ver. En privacy dit en zus en zo. Ik wil gewoon weten. Ik ben een hele hongerige nerd. Ik wil toch afsluiten met een hoog theoretisch voorbeeld. Je had in 2004 de film Her, waarin Joan de Phoenix, als ik me niet vergis... Joaquin Phoenix. Ja, ja. verliefd ja. werd op een... op of een, Scarlett uh, Johansson. Op Scarlett. Ja. ja, in de, in de digitale stem. versie ervan. Ja. Ik weet niet hoe oud je kinderen nu zijn. Hoe groot acht je de kans dat je straks een schoonzoon of dochter hebt in de cloud... Dat ik een schoondochter of ja. schoondochter heb in de cloud. Ja. Nu? Dit? Ja, dit dat, jaar? Dat ze, dat ze straks. Nee, dat ze als ze 18 zijn, 20, oh zo als ze, als ze verliefd zijn, dat ze thuiskomen. Jim, ik ben verliefd geworden. Hier is ze. <laughs> ze, ze zit in mijn zak. Ja, 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 ja mijn eerste. Uh, mijn eerste. Mijn eerste. zou zijn. Uh, nee, kijk, vooropgesteld, de jeugd van nu is al verliefd op technologie. Ik bedoel, ze zijn al helemaal verslaafd aan alles wat, wat glimt en, 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 en pixels heeft. Dus die stap inderdaad naar een, een, een virtueel vriendje of vriendinnetje... in datzelfde device, die stap is, is, is heel erg klein. Uh, maar ik, ik vond jouw eerste vraag over die tijdmachine vond ik wel heel cool. Dat we naar 2040 gingen. Ik zou het liefst zou ik eigenlijk mijn zoons, Max en Felix... zou ik in die tijdmachine van jou terug willen nemen naar 1984... Toen kreeg ik namelijk van mijn vader dit boek. Artificial Intelligence en the Commodore 64. Ik was dus een van die weinige, eh, nou even van die weinige, eh, nou, een van die tieners. Die in zomervakantie de blaren op zijn vingers zat te programmeren. Omdat ik de Commodore 64 aan de praat wilde krijgen op een manier zoals in dit boek beschreven. Dus ik was toen al aan het proberen om er een chatbot van te maken. Dat is waanzinnig mislukt. Ik heb in, in 2000 heb ik het nog een keertje gedaan in een academische setting. Hebben we geprobeerd om computers taal te laten weer verwerven. Ook mega mislukt. Maar als ik nu kijk hoe makkelijk het is om gewoon een library te pakken en die eigen chatbot te bouwen, wat Max nu al zou kunnen, kan je nagaan inderdaad als we over een paar jaar uh, dit, dit gesprek voeren, hoe ver we dan zijn. Aan het kerstdiner met een. Uh, met Scarlett Johansson. Johansson. Met Scarlett Johansson. <laughs> ik doe mee. Jim, dank je wel ja. voor dit gesprek. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7DTV. Wil je meer van dit soort gave gesprekken zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Heel graag tot de volgende keer.